Welkom bij Tiel aan tafel. Straks natuurlijk met onze kritische vrienden. En een mooi verhaal over de grootste fruitkersboom. Die staat in Inge. Maar eerst gluren bij de buren. Inderdaad. Voor mij zitten Maria van Doorn en Theo Franken. Ja, klopt. En jullie zijn van het project Gluren bij de Buren. Vertel eens. Ja, wij zijn het team Gluren bij de Buren. En wij gaan op 11 maart 2018 Gluren bij de Buren in Tiel presenteren. Maar wat houdt het in? Ja, wat houdt het in? Ja. Nou, dat is de voorbereidingstijd nu. Wij zoeken namelijk 40 woonkamers en 40 artiesten. Zodat er die dag gemiddeld per woonkamer zo'n 3 acts zullen zijn. En door heel Tiel gaat dat plaatsvinden. Dus ook in de buitenwijken, zoals Passewaaij. Alle wijken van Tiel kunnen meedoen. Het is de bedoeling om straks een route te hebben door de stad Tiel heen. Waar mensen uit kunnen kiezen van daar wil ik iets zien en horen en ik wil daar naartoe. Om, nou ja, zo inderdaad proberen we verbinding te creëren. Dus als ik het goed begrijp, kunnen we van tevoren straks een route bepalen van 3 of 4 concerten die we per se willen horen? Nou ja, tegen 11 maart, wanneer het project plaatsvindt, komt er een programmakant die huis aan huis wordt verspreid. Waarin je precies kunt zien wat er te doen is en waar het te doen is. En zo kun je je route plannen. Wat leuk. Ja. En de optredens die daar dan plaatsvinden, waar moet ik dan aan denken? Nou, dat is heel divers. We hebben natuurlijk, omdat we team erachter zijn, al een paar dingen binnen. En het is heel divers, echt. Het kan zomaar een groep zangers zijn die al een tijd niet gezongen hebben en het weer oppakken. Er zit ook een clown bij, heb ik al gezien. En er zitten jonge mensen bij, vooral dat is erg leuk, maar ook oudere mensen. En een van de mooie dingen, Theo zei het zo net al, is het verbindt. Jij gaat dus binnenkijken bij de huiskamer van je buren. En dat soort dingen die bevorderen de verbinding tussen de Tielenaren. En dat is echt een van de hoofddoelen ook die wij daarmee hebben. Okay. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. Het dient ook een sociaal aspect. Dus wij zijn op zoek naar woonkamers. Maar de woonkamer is dan in dit verband een ruim begrip. Hè? Je kunt ook denken bijvoorbeeld aan de centrale woonkamer van zorginstellingen. Waarbij we zeggen, joh, kom je hier naartoe, stel die woonkamer open. Je krijgt mensen uit de buurt op bezoek. Het is hartstikke leuk en we denken dat daar echt heel veel goodwill ook mee gekweekt kan worden. Ja, zeg maar, dat is voor de bewoners op dat voor moment, de bewoners ook heel erg leuk, want dat is, dan is er, gebeurt er iets. Ja, ja. Prachtig. Heel mooi. Ja. Maar hoe zijn jullie hiertoe gekomen? Want het wordt in 16 steden georganiseerd in Nederland, verspreid over Nederland of vooral in de Randstad? Of waar moet ik aan denken? Nou, het is echt verspreid. Zeg maar Amersfoort, Haarlem, ik noem een paar steden, Leiden bijvoorbeeld en Tiel. Die zitten er allemaal in en nog van alles ertussenin, ook richting Apeldoorn moet je denken. Dus het is echt heel landelijk opgezet. Maar jullie zijn geen echtpaar en jullie waren ergens op bezoek en jullie dachten, wat is dit leuk? Of hoe is dat gekomen? Nou, wij zijn een gitaarduo ook en wij werden bij toeval een keer gevraagd voor een Gluren bij de Buren optreden in Lunetten, Utrecht. En daar hebben we zo'n plezier aan beleefd. En toen zei ik meteen dezelfde dag nog, dit moet naar Tiel komen. Ah, wat leuk. En we zijn meteen aan de slag gegaan en we hebben besloten om aan te sluiten bij het hele landelijke project. Dus er zit een hele professionele organisatie ook achter. Ah, ja, ja. Dus jullie worden ondersteund. Wij worden ondersteund en ook achter de veren gezeten. Ja, heel goed. De website waar de mensen zich kunnen aanmelden voor een woonkamer of een optreden. Ja, het is de website www.glurenbijdeburen.nl. Daar is een aparte pagina die verwijst naar Tiel. En de mensen kunnen nog tot 25 december inschrijven. En dan sluit het en dan gaan we aan de slag om de optredens in te delen en de woonkamers te benoemen. Nou, fantastisch initiatief. Heel erg bedankt dat jullie hier je verhaal wilden doen. Graag gedaan. Ja. En succes en we hopen dat het een heel mooi weekend wordt voor jullie. Tot 11 maart. In Tiel aan tafel nu tijd voor de 10. En aan tafel Bernadette Koops.
van de kerstmarkt in Inge. Bernadette, wij gaan met jou de 10 doen, dus. Ik heb de eerste vraag. Sport of de kerstmarkt? Dat is natuurlijk de kerstmarkt. Maar je bent wel een sporter van jezelf. Ik ben ook wel sportief. Ik heb in het verleden altijd gevoetbald en tegenwoordig tennis ik. Aha, dus ook damesvoetbal. Ja, ook damesvoetbal. Erg leuk, erg leuk. Volgende vraag is dan natuurlijk de zomer of de winter? Dat is een lastige vraag. Ik vind elk seizoen eigenlijk wel wat te hebben. Maar ja, de winter is natuurlijk ook wel een hele mooie, warme en gezellige periode. Dus dan kies ik toch voor de winter. Ja, natuurlijk. Met de kerstmarkt. Met de kerstmarkt. Hè? Waar je nu in het bestuur zit van de stichting? Ja, we zijn sinds dit jaar een officiële stichting. We hebben een bestuur van 6 actieve personen. En we dragen allemaal ons steentje bij om voor iedereen eigenlijk de kerstmarkt heel erg bijzonder en speciaal te maken. Want er is een bijzondere oprichter, hè, van de kerstmarkt. Ja, Henk van Doorland is ooit samen met Gean, een onderneemster uit Inge, met de kerstmarkt naar voren gekomen. En 3 jaar geleden kwam Henk ook eigenlijk met het unieke idee om een kerstboom te maken van fruit, van appels. Ah, wat leuk. Nou, daar komen we zo op terug. Ik ga verder met mijn vragen. Mijn vraag is, een groot evenement als een kerstmarkt, dus vrij commercieel, in een grote stad? Of zie je liever de kleine, kleinschalige kerstmarkt in Inge? Ik zie hem toch wel liever kleinschalig. Ik vind het erg gezellig om op een markt te lopen en het toch ons kent ons. En Inge heeft een heel mooi prachtig plein die je dan op dat moment heel erg gezellig wordt aangekleed. Mm-hmm. En dat heeft toch wel een heel warm dorpsgevoel. Ja, want wanneer vindt de kerstmarkt plaats? Deze vindt plaats op 16 december. 16 december op het plein bij de kerk in Inge. In Inge, ja. Nou, heel goed. Mooi. De diversiteit op de markt, hoe is dat ontstaan? Ja, dat proberen we altijd toch wel een beetje zelf te waarborgen. Zo vinden we het leuk om zoveel mogelijk diversiteit op de markt aan te bieden voor de bezoekers. Dus zo hebben we een wijnboer uit de omgeving waar je wijn kan proeven. Zo zijn er diverse ondernemers uit de regio waar je wat kan kopen. Ja, dus echt uit Inge zelf en omgeving zijn de ondernemers. Dus het is niet zo'n commerciële grote kerstmarkt, nee, waar je allemaal hetzelfde ziet. Nee, dat proberen we altijd een beetje te waarborgen. Nou, de volgende vraag is bier of glühwein? Die lijkt me ook duidelijk. Nou, dan ga ik toch voor de glühwein. Ja, we hebben op de markt zelf een horecaplein. Helemaal ingericht met een biertent, als het ware. En ook kunt u een hapje en een drankje dan nuttigen op dit plein. Dus zowel bier als glühwein op de kerstmarkt, maar de glühwein zal er ook zeker zijn. Ja. Helemaal leuk. Ja, goed. Dan de volgende vraag. Een makkelijke, denk ik ook. Sinterklaas of de kerstman? Dat is natuurlijk de kerstman. Maar Sinterklaas is natuurlijk hoort bij december. Ja. En daar beginnen we mee. Ja. En de kerstman die is ook aanwezig op de kerstmarkt, neem ik aan. Ja. Dus ook voor de kinderen is het heel erg leuk om de kerstmarkt te bezoeken. Ja, we proberen daar altijd ook op in te haken. Ook dit jaar hebben we weer een kunstijsbaan voor de kinderen. Verder is er ook, zijn er koren in de kerk. Ja. En er is een fototentoonstelling. Ja. Ja, de kerk stelt zich open, dus bezoekers kunnen daar ook naar binnen lopen. Dit jaar hebben we een fototentoonstelling van oude foto's van het plaatsje Inge. Mm-hmm. Ja, en we hadden het net al over de jongeren, want dat is mijn laatste vraag voor jou. Kunstijsbaan of disco? Wat is het leukste? Wij hebben beide. Wij hebben het verenigingsgebouw in Inge stelt zich dit jaar voor de eerste keer open. En daar verzorgt eigenlijk de voetbalvereniging een kinderdisco in. En we hebben ook een kunstijsbaan voor de kinderen. Dus je hebt echt al heel veel opgenoemd. Dus het is niet zomaar een kerstmarkt. Er is dus disco, er is schaatsen voor de kinderen. Maar er loopt een kerstman rond. Je kunt naar een fototentoonstelling, naar koren luisteren. Dus voor jong en oud is er fantastisch veel te doen in Inge. Ja. Bijzondere kraampjes natuurlijk. Hè? Dus niet de commerciële zaken, maar gewoon iets unieks. Iets unieks met natuurlijk die kerstboom als groot middelpunt. Ja.
Nou, fantastisch. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Fijn dat je er was. En ik wens je heel veel succes met de voorbereidingen. Dank u wel. En dan is het nu tijd voor onze kritische vrienden. Aan tafel. Mark en Jan, hartelijk welkom. En we gaan het vandaag hebben over tiny houses. Van oorsprong zijn dat kleine huisjes die volledig milieuvriendelijk zijn. En in Tiel is daar een groep voor gevormd die samen tiny houses willen gaan bouwen. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het een leuk initiatief. Ik denk dat het een initiatief is wat leidt tot goede ontwikkeling naar de toekomst toe. En ik denk dat Tiel in zijn vooruitstrevendheid dit soort zaken wel moet oppakken. Ja, dat was in eerste instantie zo. Alleen ik heb nu foto's gezien van de echte tiny houses. Dat ziet er niet uit. Het zijn een soort veredelde pipo-woningen, zou ik eerlijk zeggen, op wielen. Ja, maar ik schrok er wel van, moet ik eerlijk zeggen. Ik was ook eerst grote voorstander, maar wat is het nu schrok ik. Wat is de doelgroep van die huisjes? De doelgroep is denk ik mensen die heel groen willen wonen, milieuvriendelijk. En verder is het mij niet helemaal duidelijk. Jou wel? Nee, mij ook niet. Want als ik dit hoor van huisjes aan de rand van het dorp, dan denk ik meer aan een soort ASO-woningen. Waar figuren die dus in een wijk overlast veroorzaken, gewoon bij elkaar worden gezet. En dat lijkt mij een heel goed idee. Maar dat heet waarschijnlijk geen tiny woningen. Dat heet ASO woningen, toch? Ja, en dat is een heel andere doelgroep, heb ik begrepen. Maar ook dat is in Tiel een project wat gaat gebeuren. Heb jij er al over gehoord? Ja, ik heb begrepen dat er een besluit zou zijn genomen over het plaatsen van een aantal units waar mensen apart worden geplaatst, waar problemen mee zijn maatschappelijk in de wijken. En ik heb wat dat betreft toch wel gemengde gevoelens over wat dat gaat opleveren. Want voor zover ik heb begrepen is het een besluit wat door het college is genomen. En waar de raad niet bij betrokken is. Dus ja, draagvlak creëren is natuurlijk een eerste vereiste. En dat verbaast me wel. Ik denk dat het draagvlak in de samenleving erg groot is voor dat soort ASO-woningen. Omdat op heel veel plaatsen in gemeentes, ik merk dat ook in onze gemeente Neder-Betuwe, dat er figuren zijn die gewoon toch onaangepast wonen. Gewoon enorm veel geluidsoverlast en dergelijke veroorzaken. Waar de gemeente geen kant mee op kan. En ook vaak heel weinig middelen heeft om die mensen dus te verwijderen. Vaak ook vanuit de woningstichtingen. Dus dit zou gewoon een heel goed middel zijn om dat te reguleren. Zet die gasten gewoon bij elkaar. Allemaal gewoon lekker André Hazes draaien met z'n allen. En ik noem het geen tiny woning dan. Hè? Nee. Dus, nee. Maar ja, dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, de meeste mensen zullen zeggen niet in mijn achtertuin. Nee, dat is niet in de achtertuin. Dat is aan de rand van een dorp. Of een gemeente waar niemand last van heeft. Hmm. Dat is juist de bedoeling. Dan heb ik een hele mooie ander voorstel. Zo. Neder-Betuwe misschien. Nee, maar in de Neder-Betuwe zijn plannen om dat te gaan doen. Dus wat dat betreft lopen we in hetzelfde spoor als Tiel. Misschien staan die woningen in de Neder-Betuwe er nog wel eerder als in Tiel. En ik zou er een heel sterk voorstander voor zijn. Okay. Om dat te doen. Ja. Nou, ik heb wel mijn twijfels, want nu ga je mensen bij elkaar stoppen. En we hebben de afgelopen tientallen jaren heel veel discussies gevoerd over het in de wijk houden van mensen die overlast op welke manier dan ook vormen. Dus ja, ik heb er een beetje gemengde gevoelens over of je ze of bij elkaar moet zetten. Of dat je ze juist in de grote massa moet laten meedraaien met ondersteuning. Mark, vraag dat maar eens even aan de mensen in die wijk of ze dat ook zo'n leuk idee vinden. Ja, ik denk dat als jij dat vraagt in die wijk, dan zeggen ze van begrijp het. Opzouten met die gasten. Ja. Maar het is een... Ik denk niet dat er een pasklaar antwoord voor is. Maar we gaan er duidelijk nog niet uitkomen. Dus dit was Tiel aan tafel en tot de volgende keer.